Hoi lieve allemaal, welkom bij de algemene tarot reading voor soulmates, tweelingzielen in helingsproces voor week 12. Wonderlijk. Met deze reading kom ik er eigenlijk achter dat ik heb ze eerst als gescheiden gezien. De video's Soulmates tweelingzielen in helingsproces en tweelingzielen in en nabij missie. Maar nu wordt me duidelijk met deze reading, en ik moet je eerlijk zeggen dat ik terug heb gekeken naar de vorige week en dat het me toen ook al begon te dagen, intuïtief. Dat ik denk, jeetje, dit is waar het mannelijke, de mannelijke energie dus doorheen is gegaan met die enorme intense energie. Want er was dus nog, het is dus toch ook niet zo dat tweelingzielen die nabij missie waren, nog niet in het helingsproces zaten. En dat heb ik ook wel eens kenbaar gemaakt van ja, kijk eigenlijk allebei, want als je nabij missie bent, dan is er toch ook nog heling te volbrengen. Maar nu staat het me helemaal als een huis. En deze reading sluit een cyclus af. En dat verklaart ook de andere readingen van tweelingvlammen in en nabij missie, waar het mannelijke doorheen ging. Wat achter je moest worden gelaten, wat moest worden opgeofferd, dat komt hier nu, naar voren. En begint er weer een nieuwe reis. In deze reis begint er iets nieuws. Dus voor een aantal is heel duidelijk een cyclus afgerond. Of ten einde aan het komen. Nieuw begin. En dat sluit dan aan bij de volle maan reading. Nieuwe maan reading. Die de afgelopen keer naar voren is gekomen. Maar dus ook bij de week reading in en nabij missie. Dus ik raad jullie aan. Eigenlijk om ze allebei te zien. En dan verbaast het me niks als er volgende week weer een hele nieuwe sessies komen. Lijkt me toch goed om dat jullie te vertellen. Het verbaast mij ook, moet ik echt zeggen. Ja, dus, het is dus ook goed geweest. Het moest blijkbaar zo zijn. Ik bedoel, het heeft zich niet eerder aan mij ontvouwd zodanig als zoals nu. Maar ja, blijkbaar is dit nu het juiste moment. En dat is dan ook helemaal oké. Voor deze reading wil ik dan ook heel graag nog een kaart uit de Crowley tarot set laten vallen. Ja. Ja. Kijk, dat bevestigt mij dat nu het filmpje in en nabij een missie past bij deze. En dat het op elkaar aansluit. Want deze komt er nu niet voor niks uit. Wat er nu namelijk gebeurt, is dat er laatste gevoelens van failure worden overwonnen. De laatste gevoelens van bang voor te falen, bang voor afwijzing. Kijken, discs, schijven, dat is dus schijven 7, failure, mislukking, angst om te falen. En dat komt dus ook naar voren bij de week reading voor in en nabij missie. Dus het was dus voor de persoon die nabij missie was en nog niet in missie.
Dus je ene helft was nog meer verwikkeld in het helingsproces, terwijl de ander daar verder in was. En veel meer in het proces zat van overgave met betrekking tot het universum. En voel zelf wat voor jou geldt. Jij of je andere helft. Voor mij geldt dat ik al in mijn missie zit, maar nog worstelde met volledige overgave aan tot het universum. En voor mijn andere helft, die zat nog wat dieper in, nog meer in het helingsproces. En oude wonden nog helen. En het komt nu gewoon weer bij elkaar. Het is echt heel erg wonderlijk. Wat er dus nu gebeurt met de mannelijke energie, in zowel sommige mannen als sommige vrouwen, is waar de laatste angsten die nog overwonnen moeten worden, is de angst voor afwijzing. Deze kaart is een serieus te nemen verwijzing naar aanwezige, bewuste of onbewuste angsten. Deze kunnen nu herkend, duidelijk gevoeld en aanvaard worden. Dat zijn noodzakelijke stappen om ze te kunnen loslaten en door positieve motieven te vervangen. Gedachten die volmondig ja zeggen tegen het leven in al zijn schoonheid en volheid. Gecombineerd met dienovereenkomstig gedrag, scheppen de gemachtige krachten die de verwachte onplezierige gebeurtenissen kunnen veranderen in vreugdevolle ervaringen. En nou komt ie. Waar de mannelijke energie nu mee... Wat voor de mannelijke energie nu belangrijk is om je af te vragen. Kijk, je handelen, en dat heeft ook met de actie te maken, het mannelijke dat in actie eigenlijk moet komen. Maar soms nog dat ook nog angsten blokkeren. Dus je handelen wordt door zwaarmoedige, angstige verwachtingen geblokkeerd. Je zou de inhoud en eigenschappen daarvan nu nader onder de loep moeten nemen. Over welke gebieden van je leven maak je je nu nog de meeste zorgen? En de bevestiging is, ik heb de moed om te geloven dat alles in mijn leven voor mijn bestwil gebeurt. En als je dat echt gaat weten, stap je ook uit de rol van slachtoffer. En ga je zo ontzettend blij zijn worden met jezelf en met al je ervaringen. Omdat dat jou weer naar je ware zelf heeft gebracht in deze reis. Wat als leidraad is voor deze reading. Traveling, de reis. Laatste angsten van falen wordt nog geheeld in deze periode tussen... deze nieuwe maan en de volgende volle maan. Heel duidelijk. Dit keer dus advies om beide video's te kijken. Het is echt wonderlijk hoe dit nu weer zo samenkomt. Uiteraard ben je vrij in om het wel of niet te doen. Dit was het. Dank voor het kijken. Dank voor het vertrouwen nog steeds. En tot volgende week. Wat heel erg duidelijk is dat echt heel snel een nieuw begin voor de deur staat. Voor een aantal. Die echt deze laatste angsten gaan overwinnen. En echt volledig in de eigen kracht komt te staan. Of komen te staan. Hoe mooi is dat? Tot volgende week. Heel veel liefs. Bye.